Ja, we zijn vandaag in Almere. Ik ga trainen met drie jongens die ook het WK gaan spelen. En dat zijn Jeffrey de Zwaan, Geert Neentjes en Ron Meulekamp. Dat hebben we vorige week ook gedaan. Kijk, en dat is gewoon 4 uurtjes van allerlei speloefeningen doen. En ook gewoon wedstrijden tegen elkaar. Dus eigenlijk om alvast die wedstrijden een beetje te gaan nabootsen. En ik weet dat dat gewoon heel erg goed werkt. En wat extra training kan Dekker wel gebruiken, want hij heeft een lastig seizoen achter de rug. Om te beginnen in maart is een goede vriend van mij overleden bij een bedrijfsongeval. Op een gegeven moment is het ook moeilijk om zelf even een plekje te geven. Dat gaat niet zomaar, dat zoiets waait niet zomaar over. Dus hij is ook vorig jaar mee geweest voor naar het WK. Dat was een dingetje. Op een gegeven moment liet mijn vorm me wat in de steek, laat ik het zo zeggen. Ik ben op een gegeven moment 3 weken op rij ziek geweest. Dus toen waren er 6 toernooien die ik speelde. Nou, alle 6 keer wel geweest, maar wel allemaal gelijk verloren. Ja, dan kom je in een bepaalde negatieve spiraal en dan moet je uit zien te komen. Nou, en na de zomer is dat redelijk gelukt. Nou ja, om mijn maat even te eren heb ik toch zijn initialen even op de kraag gezet. En nou, het leek me heel mooi om een gebaar om dat tijdens het WK nog aan hem een dienst te bewijzen. Zeg maar. De 29-jarige Dekker klautert weer uit het dal en weet zich wonder boven wonder voor de 4e keer te plaatsen voor het befaamde wereldkampioenschap in Londen. Na een lastig seizoen was de ontlading dan ook groot. Je moet gewoon zo zien, als je een jaar lang alles afreist, 180 even stiekem tussendoor. Nee, hey. Maar als je dus het hele jaar alles afreist en als je het dan niet haalt, terwijl je wel weet dat je er eigenlijk bij hoort, ja, is het gewoon verschrikkelijk zuur uiteindelijk. Hè? Want het is wel zo dat je er een deel van hebt gemaakt van je leven. Nou ja, je hebt bepaalde verwachtingen en als je dat dan niet weet te halen, is het verschrikkelijk zuur. En als je dan toch uiteindelijk nog haalt via de achterdeur, is het natuurlijk voor mij ook fantastisch. De beste 96 darters van de wereld verzamelen zich vanaf volgende week vrijdag in Londen. Onder hen natuurlijk Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld, die in Londen afscheid neemt van de sport. In totaal doen er 11 Nederlanders mee. En de 3 trainingsmaten van vandaag kennen onze Drentse Jan al aardig. Ja, heel rustig, ook af en toe een beetje stil, maar laat zich ook wel eens van zich horen inderdaad. Maar nou, vooral kalm eigenlijk. Strijd, hard werken, ja, en dodelijk op het finishen. Ik denk dat hij boven zijn gemiddelde nu staat te spelen, want ik heb hem al een paar keer met hem getraind. En ik moet zeggen, ik vind dat hij heel goed staat te gooien nu de laatste tijd. En ik verwacht wel wat van hem deze keer op WK. Dit is voor de match voor Jan Dekker. Hij heeft another dart at it. In 2011 leerde heel Nederland Jan Dekker kennen. Als broekie van 20 stond hij ineens in de halve finale van de Lakeside. Die toernooien die we spelen, de lol die we vooral ook hadden, nu is het wel veel meer zakelijk geworden. Dat komt natuurlijk ook omdat het gewoon de keiharde knaken gaat hier. Hè? En, dus het is echt voor heel veel spelers werk geworden. Voor mij ook, maar dan deels. Maar de vreugde die er omheen hing, dat is soms wel een beetje verdwenen. Het is ook zo, die vloertoernooien die we spelen, heb ik wel eens eerder geroepen. Het is een beetje een begrafenissfeertje, omdat het gewoon zo stil is en allemaal wel heel erg professioneel. Wat ik ook heel erg prettig vind. Maar het zweetje is wel een beetje weg soms. Vorig jaar rond het WK was het een gekkenhuis rond Dekker. Voor het eerst deden er vrouwen mee aan het WK. En uitgerekend onze Emmenaar lootte deze Lisa Ashton. Wat is nou mooier voor de mensen dat ik, laat ik het even zo zeggen, plat zeggen dat ik op mijn bek zou gaan. Dat vinden mensen fantastisch. Dus iedereen was tegen mij. Niet per se tegen mij, maar ze wou gewoon dat die vrouwen wint. En jij vond het verschrikkelijk? Nou, verschrikkelijk. Je wil niet weten wat er met 3.000, 4.000, 5.000 man op je nek, wil je niet weten wat er gebeurt. Ik heb, een week van tevoren heb ik ook gewoon een soort van stilte daar gehad. Dan heb jij mij gevraagd, Jan, ik wil graag bij je komen voor wat vragen. Ik zeg, helaas ga ik niet doen, want er zijn nog 15 andere partijen die dat ook willen. Ik heb gewoon echt me helemaal afgesloten. Dat moest gewoon, want het werd gewoon een beetje te gek. En, daar heb ik me doorheen gevochten, dus daar heb ik echt wel veel van geleerd. Niet dat mijn spel zo fantastisch was, maar wel wat er dan gebeurt mentaal met je. En als je daar doorheen komt, denk ik wel dat je er ook uiteindelijk weer een sterker speler van wordt. Dekker is vader van 3 kinderen en combineert zijn dartcarrière met een baan als financieel adviseur. Hij bemiddelt in financiering en kredietverlening, terwijl veel concurrenten op het WK prof zijn. Nou, ik denk dat een mannetje 50 zeg maar prof is. Ik heb daar bewust niet voor gekozen, gezien ik ook nog een maatschappelijke carrière wil hebben, zeg maar. Darten is een heel prachtige sport, maar je hersencellen worden niet altijd heel erg getest. En dat zijn de mensen die dit zien, die zullen ook denken, ja, het is mijn spelletje en dit en dat. Maar op een gegeven moment is het wel zo'n sport geworden dat dat veel meer tijd vergt en energie vergt om beter te worden. Alleen ik wil er altijd iets naast houden. En ik denk ook daarom dat ik nooit echt volledig prof zou willen worden. Dus ik denk dat ik het zo wel een goede combi in heb. Wanneer ben ik tevreden? Ik ben tevreden denk ik als ik een plek haal bij de laatste 16. Een reëel doel is de eerste 2-3 potjes winnen in elk geval. Daar ga ik voor.